ooit afgevraagd waarom je nagels zo broos, geel of anders verkleurd zijn? Hoewel je het misschien niet weet, kunnen deze schijnbaar onschuldige symptomen erop wijzen dat u een aantal onderliggende gezondheidsproblemen hebt. Volgens John Anthony, Doctor of Medicine, dermatoloog aan de Cleveland Clinic in Ohio en Debra Yaliman, MD, een in New York City gevestigde dermatoloog en auteur van Skin Rules, zijn er bepaalde nagelsymptomen die zeker niet mogen worden genegeerd. Dit is wat 8 verschillende nagelaandoeningen over uw gezondheid signaleren. 1. Gele nagels. Volgens WebMD is een van de meest voorkomende oorzaken van gele nagels een schimmelinfectie. Maar in zeldzame gevallen zeggen ze ook dat het een ernstige aandoening kan aangeven, zoals diabetes, schildklieraandoeningen of longaandoeningen. Roken kan ook de nagels geel kleuren. 2. Gebarsten of broze nagels. Dr. Yeilman zegt dat gebarsten of broze nagels een teken kunnen zijn dat de nagelplaat extreem droog is. De aandoening is ook in verband gebracht met de ziekte van de schildklier. Hypothyreoïde veroorzaakt soms ook deze bijwerking. 3. Ontpitte nagels. Volgens MedicineNet wordt spijkerputten veroorzaakt door de defecte ontwikkeling van de lagen van de nagelplaat en komt deze vaak voor bij mensen die lijden aan psoriasis. 4. Geribbelde nagels. Dr. Anthony legt uit dat de reden waarom mensen horizontale ribbels op hun nagels zien is, dat er een direct trauma aan de nagel kan zijn, of dat het ook een oorzaak kan zijn van een ernstige ziekte. In welk geval je het meer dan zal zien een spijker. Dat komt omdat het lichaam zijn energie richt op het bestrijden van de ziekte in plaats van op de nagels. 5. Verkleurde of donkere lijnen eronder. Volgens WebMD kan verkleuring of een donkere lijn op de nagel soms worden veroorzaakt door melanoom, het gevaarlijkste type huidkanker. Melanoom kan ook een zwarte lijn of streep op de nagel veroorzaken. Het is belangrijk om zo snel mogelijk naar uw arts te gaan als u dit opmerkt. 6. Gebeten nagels. Volgens Medical Daily klassificeert de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM van de American Psychiatric Association nagelbeten als een van de symptomen van een obsessief-compulsieve stoornis. Als het te veel wordt, moet u naar uw arts gaan. 7. Blauwe nagels. WebMD legt uit dat wanneer je nagels blauwachtig worden, dit een teken is dat het lichaam mogelijk niet genoeg zuurstof krijgt. Longproblemen en hartproblemen zijn enkele van de mogelijke oorzaken. 8. Witte vlekken. Sommigen hebben ten onrechte geconcludeerd dat witte vlekken op nagels calciumtekort betekenen, maar dokter Anthony zegt dat ze vaak het gevolg zijn van een trauma. Zoals het raken van een vinger tegen iets. Als u een van deze aandoeningen in uw eigen nagels heeft opgemerkt en bent bezorgd, moet u uw arts raadplegen. Als u het video leuk vindt, abonneer dan op onze kanaal en tot de volgende aflevering. Weet je 10.